Dag Marleen, ik had een vraagje. Mijn vriend is diabeet en hij heeft vaak zware hypo's. Ik heb gehoord van glucagen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat is. Inderdaad, glucagen bestaat voor hypo's op te lossen. We noemen ze ook de noodspuit. Glucagen is een hormoon dat ervoor zorgt dat de suikerreserve in de lever vrijkomt in de bloedbaan, zodanig dat de suikergehalte in je bloed omhoog gaat. En wanneer moet ik dat dan geven en is het gevaarlijk of... Het is zeker niet gevaarlijk. Je kunt er niets mee misdoen. Wanneer gebruikt u dat? Als de persoon een zeer zware hypo heeft, hypoglycemie heeft en hij is bewusteloos. Hij kan zelf geen cola meer drinken, geen druivensuiker meer innemen. Hij heeft echt hulp nodig van derden. En hoe moet ik dat dan toedienen? Het ziet er zo uit. Mm-hmm. Het wordt bewaard in de koelkast. Ja. En er staat de vervaldag op. Ja. Dus check altijd eerst de vervaldag vooraleer de inspuiting toe te dienen. Als u dan de doos opent... zit er een kleine werkwijze hoe je de spuit gebruikt. Mm-hmm. Er zit een spuit in met vloeistof, een flesje met poeder. We gaan dus de oranje dop verwijderen. Dan gaan we de vloeistof in het flesje spuiten. Dus zachtjes de vloeistof inspuiten. Niet schudden met de flacon, maar draaien, mm-hmm, zodanig dat het poeder goed oplost. Als u een klare vloeistof geeft, gaat u de vloeistof terug optrekken in de spuit. Zijn er kleine luchtbelletjes, klop even tegen de spuit. Flesje verwijderen. En u ziet hier de lucht, de overtollige lucht, wegduwen. Tot u een druppeltje bovenaan de naald ziet. En dan wordt de spuit in een spier gegeven. Ofwel neemt u de armspier, bovenarm. De dijspier of de bilspier. Ja. Ik zal het nu in de dijspier geven. Dus de naald volledig in de guit brengen. Mm-hmm. En zachtjes met de duim de vloeistof in de spier duwen. Na een kwartier gaat de persoon zich veel beter voelen. De hypo gaat opgelost zijn. Wat mensen wel melden, is dat ze soms onpasselijk kunnen zijn nadien. Een beetje brakerig. Wij vragen toch aan de persoon van zich toch een beetje op te suikeren nog, met iets suikerhoudend in te nemen. De suiker is wel omhoog, maar we moeten het staande houden met iets, een boterham of een kleinigheid, nog bij te eten. Oké, dankjewel Marleen. Dat was zeer duidelijk.